Arjen Maathuis, wethouder van Almelo wat betreft de stedelijke ontwikkeling. Er ligt een uitspraak van de Raad van State in zaken de stikstofuitstoot. Welke gevolgen heeft die uitspraak voor de ontwikkeling van de spoorzone? Ja, er liggen meerdere uitspraken van de Raad van State over stikstof en de implicaties van stikstof voor nieuwbouwplannen. De meest recente, waar jij waarschijnlijk op doelt, ziet erop toe dat als je gaat nieuwbouwen, dat je ook de stikstofuitstoot gedurende de bouw meeneemt in je berekeningen. En dat mag geen negatief effect hebben op omliggende Natura 2000 gebieden. Dat is de uitspraak. En dat betekent dat op het moment dat we bestemmingsplannen naar de raad brengen, dat we die berekeningen ook van de stikstofuitstoot gedurende de bouw en herontwikkeling van bepaald gebied, in dit geval de spoorzone, dat we dat voor die tijd berekend moeten hebben. En dat mag dan geen negatief effect hebben op omliggende Natura 2000 gebieden. Dus wij gaan daar rekening mee houden in onze ontwikkelingen. Maar het heeft geen vertragend effect of zoiets. We zien het aankomen. We weten nu dat dit ook een eis is waar je rekening mee moet houden. En dat gaan wij doen. Omdat Almelo relatief ver van Natura 2000 gebieden af ligt, liggen we wat dat betreft best wel gunstig. Dus slaan de modellen niet vaak heel erg rood uit. Maar het kan natuurlijk altijd zijn dat op deelgebieden dat wel het geval is. En dan heb je verschillende oplossingsmogelijkheden. Je kunt extern salderen. Dat betekent dat je stikstofemissies die vrijkomen, die op de markt komen, dat je die gebruikt en inzet om die projecten te compenseren. Of je neemt maatregelen in de ontwikkeling die ervoor zorgen dat je stikstofuitstoot omlaag gaat. Circulair bouwen is daar een belangrijke van. Maar je kunt ook tijdens de bouw bijvoorbeeld nadenken over hele simpele dingen. Dat je eisen stelt aan het vervoer van bouwmaterialen, dieselaggregaten die draaien in het verleden. Dat batterijaggregaten zijn die dus minder uitstoten. Dus ook geen zorgen voor stikstofuitstoot. Dat soort dingen, aan dat soort maatregelen moet je denken. We staan aan het begin van dat proces. Er gaat nog een hele lange tijd over voordat de schop in de grond kan. Maar er wordt hard aan gewerkt op dit moment aan een ontwikkelvisie op de spoorzone. Die hopen we rond de zomer klaar te hebben. En dan gaan we ook naar de raad om dat vast te stellen, naar de gemeenteraad. En dan gaan we vervolgstappen zetten in de deelgebieden. Die ontwikkeling die loopt. Ik verwacht er geen vertraging op door deze uitspraak. Het is een uitspraak waar iedere gemeente in het hele land zich rekening mee te houden heeft in de nieuwe...